momenteel zijn we op de trein richting Brussel-Zuid. En daar moeten wij een andere trein nemen richting Gent. Naast hier zijn wij dus binnengekomen. Het eerste wat je ziet is een uur. Standaard. Ja, dat is eigenlijk een toilet. Dan een spiegeltje hier. Dat is eigenlijk een kot waar we niet in kunnen. Volgens mij is dat van de schoonmaakmiddelen. Dan komen we hier in de living terecht. Een sofaatje langs hier. Dan een tv'tje, tafeltje, het liefje. Hey baby. Dag baby. Dag. Dan hebben we hier een tafel, salontafel, ja, eettafel zeg maar. Dan gaan we overschakelen naar de keuken en een fameus keukentje. Ik ga dat gewoon meenemen naar huis, sowieso. Weer een vaatwas. Een bakje. Een oventje. Het is goed voor baking cookies deze avond. Dan de koelkast. Wanneer is allemaal servies, maar ik kan me niet laten tonen. Damkap is er allemaal. Schakelen we nu over naar de slaapkamer. Het enige minpunt is, we hadden via deze ding hier, hadden we die lampen aanzetten, maar dat ging dus niet. Klein negatief puntje eraan, maar voor de rest, niks van negatieve punten. Dan hebben we hier naast de slaapkamer, hebben we de badkamer. Met mijn spiegeltje aan, een beetje zeepjes en hetgeen, allemaal goed te rieken, de douche. Zo. Wat we ook wel hebben, wat bangelijk is om te dienen, is dat je hier gewoon niet naar buiten kunt. Dat je hier twee balkonnetjes zet, zeg maar. Het is wel een rookvrij hotel, dus niet denken dat je hier moet roken. Ja, als je geen centraal dat passeert. Weet je, ik lijk gewoon bij de kathedraal eigenlijk als... Dat je daar kunt zien. Kippensplein zitten we nu. Het hotel noemt hotel apart. En het is echt wel de moeite. 9000. We zijn heel even naar binnen gegaan omdat het buiten echt zo hard aan het sneeuwen is dat het geen naam meer weet. We zijn hier even in het shoppingcentrum terecht gekomen. Dus een keer uitchecken wat ze hier allemaal hebben. En zoals u kunt zien is het echt extreem hard aan het sneeuwen. Maar we zijn hier gezellig binnen. En we zijn van plan een lekker spaghetti te maken. En dan een beetje met de tv aan en dan rustig de dag afsluiten, zeg maar. Het is echt geen weer om een kat door te sturen, zeg maar. Het is een schwaartje. We beginnen aan het koken. We hebben bepaald 8 uur 's morgens, ja, die zijn juist wakker. We gaan dit circuit aan om juist te meten. We gaan even een douche pakken en dan terug in de stad in. Zoals je kunt zien, is de sneeuw al heel lang verdwenen. Op kaars van zaterdagavond. En zwart, douche pakken en hier gaan we. Het lichtje aan. De deur zit de sleutel niet erop, of niet? Hier. Ah, perfect.
Bye bye. Dat. Auf zu den Tram. Starbucks over mijn Arizona naam is Strawberry Lemon. We zijn dus momenteel onderweg terug naar Brussel om daar terug een trein te pakken en naar Vilvoorde. En dan is het gewoon relaxen.